Hallo, lieve schatten. En welkom in mijn pleurisbende studio. Real life. Ook fijn om te zien, toch? Kijk. Nog steeds... Sorry, nog steeds geen video opgenomen over wat er allemaal in die laadjes zit. Ga ik echt nog steeds een keer doen. Ik hou jullie gewoon in spanning. Deze week heb ik wel een leuk videootje voor je van mijn Hobonichi. En daarin maken we één pagina. Die andere heb ik al 2 weken geleden of zo volgens mij laten zien. En nu een andere. Ik hoop dat je hem weer net zo leuk vindt als de vorige. Ik hoop dat je lekker gaat genieten van je creativiteit. Ga ik ook doen. Kijk. Hier. Een paar journals. En hier. Die andere kast. Een saaie IKEA kast. De andere. Dus... En ik ben bezig met een nieuwe cursus, dus daar ga ik me nu storten. En als ik zeg ik ben bezig met een nieuwe cursus, dan bedoel ik een nieuwe cursus voor jullie. Maar daar ga je vanzelf wel steeds meer van zien. Dus veel plezier met deze video. Oh, dat vergeet ik helemaal. En ik vond nog hele schattige video's van toen Loki nog zo klein was. Dus die heb ik hier in deze video ook tussendoor geëdit. Vind je wel leuk, denk ik. Nou, doei! En kijk nou hoe schattig klein Loki was toen we hem net hadden. Hier was hij 8 weekjes. Kijk dan, dat ultra kleine koppie. Zo cute. En heb ik hierna nog een klein stukje filmpje dat hij Davy de straatkat voor het eerst buiten ziet. Let op. Nou... Davy denkt ook al, het zal wel. Ik wil alleen maar eten. Zo, en dan gaan we eindelijk aan de Daily Journal pagina beginnen. Ik heb een clip op mijn journal staan, zodat het blad wat beter plat ligt eigenlijk. En met potlood schrijf ik de titel die ik wil gaan gebruiken voor dit journal. En ik krijg dus best heel vaak vragen over hoe ik mijn titel schrijf, hoe ik mijn handschrift zo heb, zeg maar, hoe ik deze letters maak. En dat is nog best lastig om uit te leggen. Want ik doe eerlijk gezegd maar wat. Ik schrijf eerst het woord en zoals je ziet ga ik gewoon met een tweede lijn er weer langs. En daarmee maak ik een soort dubbele lijn, zodat je ja, een soort handlettering hebt. En ik heb niet een vaste formaat van letters. Ik heb niet vaste regels, want daar hou ik helemaal niet van. En normaal gesproken in handlettering, volgens mij zijn alle R'en hetzelfde, alle T's hetzelfde, alle E's hetzelfde. En zo werkt het niet bij mij. Dus het is eigenlijk een soort schuinschrift. Hè. Ik schrijf gewoon aan elkaar. En daarna ga ik nog een keer met een potlood erlangs. Zodat ik dus die dikkere letters krijg. Die ik daarna natuurlijk met waterverf of Tombow markers of kleurpotloden of wat maar ook kan invullen. Nou, dan teken ik ook met de hand nog een paar sterretjes erbij. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet netjes, hoeven ook helemaal niet te kloppen. Vind je het nou lastig om zelf uit de hand sterren te tekenen? Kijk maar eens goed naar mijn sterren. Klopt helemaal geen ene hout van. Ik vind het helemaal dikke prima. Maar denk je zelf, nou, dat vind ik toch een beetje lastig, word ik een beetje nerveus van. Misschien is er wel een stencil met een ster wat je op de kop kan tikken. Of print een ster uit in Word, knip hem uit en gebruik dat als schabloon. Je kan het jezelf natuurlijk zo moeilijk of zo makkelijk mogelijk maken. Ik zou lekker voor de makkelijke versie kiezen dan. Hallo, hallo. Ik ben lekker bezig met het opnemen van een nieuwe cursus. Een zomercursus. De naam moet ik nog bedenken. Maar kleine snelle sneak peek. Het wordt zo'n leuke cursus weer. Zie je dat? Helemaal blij mee. En kijk eens wat een heerlijk weer.
De studiodeur staat open. Genieten dit gewoon. En het wordt een lekkere simpele pagina, dus ik heb de titel geschreven en ik pak mijn waterverfsetjes erbij. De onderste is Bold and Bright van Art by Marlene. De bovenste is Pastel Dreams van Prima Marketing. Ik zit hier even te knoeien, want er zat nog een beetje een kleur aan mijn kwastje. Niet zo handig. Dan maak je gelijk je napje vies, dan is de kleur niet meer de kleur die het was. Ik wil met verschillende kleuren groen werken en ik begin met dus de mintgroen uit de set van Pastel Dreams. En daarmee doe ik elke keer een klein beetje de bovenkant van de letters inkleuren. Gebruik voldoende water, zodat je de kleuren lekker in elkaar kan laten overvloeien. En daarna pak ik uit de set van Bold and Bright van Art by Marlene eerst de, ja, een beetje grasgroen is dat, zeg maar. En daarna de iets donkere groen. Het heeft een andere naam, kan ik vanaf hier even niet lezen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus eerst de lichte groen. En daarna aan de onderkant gebruik ik een beetje een wat donkerdere groen. Eigenlijk bijna een soort turquoise. En hier geldt ook weer gebruik voldoende water om het leuk in elkaar over te laten lopen. En zolang ik deze kleur nog op mijn kwastje heb, ga ik even verder. Nu spoel ik hem weer uit en nu ga ik toch wel de donkere groen pakken, want anders is mijn lichtgroen alweer helemaal opgedroogd. Kijk, zie je, dit is toch een beetje, ja, donkergroen turquoise. En je ziet, ik kleur de onderkant, maar ik trek ook het lijntje aan de zijkant een heel klein beetje door. En doordat ik voldoende water gebruik, loopt het mooi in elkaar over. En dat is eigenlijk altijd een beetje de truc met waterverf. Het woord zegt het al een beetje, waterverf. Gebruik dus voldoende water. Maar zo vul ik dus mijn letters in. Dus een beetje mintgroen, een beetje, ja, grasgroen en daarna een beetje meer donkergroen, turquoiseachtig. Voldoende water om het lekker te laten mengen. En zo ga je één voor één de letters af. En tussendoor wel altijd even je kwastje goed uitspoelen. Dat zie je niet. Dat is elke keer rechts, een beetje buiten beeld. Maar verstandig om wel te doen. Want als je toch een beetje donkergroen door het lichtgroen krijgt en je mengt dat daarna weer met water, dan is het toch gewoon echt een andere kleur. Maakt op zich voor in je werk waarschijnlijk niet uit. Maar als je het de volgende keer wil gebruiken, is je groen opeens een hele andere kleur groen. Zat je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus probeer maar eens uit met verschillende kleurtjes waterverf, of je die een beetje zo met elkaar kan mengen. En zoals je ziet voeg ik alsnog weer een beetje mintgroen toe als ik vind dat het te licht geworden is. Want bij mintgroen is het wel, ja, hoe meer water je toevoegt, hoe lichter die mintkleur wordt. En is die eigenlijk bijna een beetje onzichtbaar. Is ook weer niet wat ik wil. Dus dan voeg ik gewoon, nadat ik het al geverfd heb, zie je, met deze lichte groen doe ik dat ook eventjes. Ga ik er gewoon alsnog een keertje overheen. Vul ik gewoon alsnog een beetje de kleur op. Zo kan je het ook zien. En dit zou je natuurlijk ook met andere kleuren kunnen doen, hè? Ik heb nu de groen tinten gepakt. Kan je natuurlijk met roze en paars tinten doen. Met geel, oranje tinten, rood tinten. Met blauw tinten. En zo is het juist leuk om het een beetje in elkaar over te laten lopen. Dat je niet één geheel kleur hebt, zeg maar. Maar dat je een beetje verschillende kleurtjes gebruikt. En die dan met elkaar of in elkaar laat overlopen eigenlijk.
En ook voor de sterren gebruik ik dit keer dezelfde kleuren groen als die ik al voor de woorden gebruikt heb. En ja, je zou kunnen zeggen, waarom maak je die niet geel of rood of een andere kleur? Maar ik vind het juist een heel prettig gezicht als het dezelfde kleurstellingen heeft als waar ik mijn woorden, order, gekte van gemaakt heb. Ik doe wel één ster, één hele mintkleur zoals je hier ziet. En daarna dus een grasgroene en een wat donkergroene, turquoise kleur. Bij de sterren zou je ook kunnen zeggen, hey, die ga ik ook net zo opdelen zoals ik de woorden verdeeld heb. Dus een klein beetje mint, een klein beetje groen en een klein beetje donkergroen. Hier heb. Hi, Loki. Die mag ook een beetje op de televisie, hè? Televisie. Hij wil wel even liggen, denk ik. Kom maar, Loki. Ga mee. Mag je in je mandje? Kijk, dit is eigenlijk de toren van Jack en Loki. Maar Loki vindt het ook wel heel fijn, hè? En Jack ligt boven, dus no problems. Hè? Dan kan hij even hier slapen. Dan kan ik even wat doen. Ga je lekker liggen? Joh, je bent moe, hè? Kijk maar. Kijk maar hoe moe die is. Oké, ik ga lekker aan de slag. Ja. Ja. Daar gaat gefilmd worden. En. Kijk nou. Lig je lekker? Hallo, meneer. Ligt hij lekker zo? Kijk, dat lijkt wel een konijntje. Hè? Ligt op de knorren. Ja, ligt de knorren, lief. Hij is zo lief. Ben je in de hoek? Zo, mijn pagina is goed droog en dan kan ik verder gaan met de journaling van deze dag en ordergekte. Ja, het woord zegt het natuurlijk al een beetje. Het was, wanneer was dit? Pas geleden zit ik opeens te bedenken in maart volgens mij. Bij de introductie van mijn nieuwe cursus. Dat zal Feel Better Art Journaling geweest zijn, zeg ik eventjes zo uit mijn hoofd. Had ik helaas wat problemen met Klarna. Of eigenlijk had Klarna wat problemen. Want Ideal deed het opeens niet. En dat was echt wel even heel vervelend. Enorme stress, want je kan je voorstellen, je werkt heel hard aan een cursus. Dan ga je die lanceren. En vervolgens krijg je de mailtjes binnen. Mijn betaling komt er niet door. Jeetje, dikke stress. Op de vrijdagmiddag om 3:00. Tip van Flip. Ga nooit op vrijdagmiddag om 3:00 iets nieuws lanceren. Waarbij je nog een klantenservice misschien nodig hebt. Dus dat was echt wel heel vervelend. Ik weet natuurlijk echt wel heel goed dat lieve schatten die altijd cursussen bij mij kopen, heus al een paar dagen gaan wachten om de cursus te kopen. Maar het gaat gewoon om het idee, om het gevoel van ik ben een nieuwe cursus aan het lanceren en dan werken die systemen niet mee. En daar ben je nu eenmaal toch echt afhankelijk van. Dus dat was echt even heel vervelend. Nou ja, uiteindelijk het enige wat ik kon doen was melden bij Klarna en loslaten.
En hopen dat het op maandag weer opgelost zou worden. En dat werd ook opgelost. En de nieuwe cursus werd dan ook daarna massaal besteld. Het werd zelfs al in het weekend ook besteld. Ook al deed Ideal het niet, werd er zelfs besteld met achteraf betalen. Dus dat was voor mij natuurlijk echt absoluut wel een feestje. Het is gewoon heel erg leuk om een cursus te bedenken die dan zo goed valt dat mensen hem heel graag willen kopen. En dus het er ook voor over hebben om te zeggen, joh, dan doe ik het op een andere manier. Via achteraf betalen of via PayPal, dat werkte wel. En de bestellingen kwamen binnen en toen Klarna uiteindelijk het probleem met Ideal opgelost had. Toen vlogen de bestellingen opeens binnen en vandaar ook de titel Ordergekte. Het is gewoon zo'n fijn gevoel dat je iets maakt waar je heel veel tijd en energie en liefde vooral ingestoken hebt. En dat het daarna dan ook massaal besteld wordt. Dat voelt echt heel erg fijn en daar doe ik het uiteindelijk ook voor. Leuk, de omzet, absoluut. Dat is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Maar het allerleukste is dat je zelf iets creëert en dat anderen, jullie, dat zo leuk vinden dat jullie dat massaal gaan kopen. Nou, daar ben ik natuurlijk helemaal apentrots op. Zodoende dat dat natuurlijk een eigen pagina verdiende in mijn bullet journal of daily journal noem ik het eigenlijk, hè, in mijn Hobonichi. Ik zal hem zo meteen nog een klein beetje versnellen. Ik ga namelijk stickertjes plakken, want mijn tekst is af. En uiteraard gebruik ik daarvoor mijn eigen washi tape. Ben ik nog steeds hartstikke trots op. Als je nieuwsgierig bent, ga dan even naar refly.nl en zoek op de washi tape. Of wat je links ziet is mijn stapeltje stickers. Kan je natuurlijk ook kijken als je denkt, hé, die zien er leuk uit. Ik heb een hele leuke lijn stickers. En niks leuker is natuurlijk om je eigen Hobonichi pagina vol te plakken met onder andere ook stickertjes van jezelf. En don't worry, ik gebruik nog heel veel andere stickers altijd. Maar het heeft gewoon een extra leuk iets dat je natuurlijk stickertjes van jezelf kan gebruiken. Dus ik ga hem even fast forward zetten en dan zie ik je zo meteen nog even. En natuurlijk niet te vergeten, het laatste detail wat ik altijd heel fijn vind om te doen en wat ook heel erg rustgevend is, is alsnog met mijn potlood om alle randjes heen te gaan wat ik getekend heb en wat ik daarna met waterverf ingekleurd heb. Want doordat ik waterverf gebruikt heb of welk ander medium je ook gebruikt, vervagen de potloodlijntjes natuurlijk een beetje. En dat geeft helemaal niks. Dat is ook helemaal prima als je dat mooi vindt. Vind ik trouwens ook mooi. Maar ik vind het er altijd net even wat meer uitspringen als ik toch met potlood. Of je zou het ook met een zwarte marker kunnen doen. Maar ik vind de look van potlood nu eenmaal heel erg fijn. Om dan alsnog die lijntjes nog weer een keer te accentueren eigenlijk, zeg maar. Hè. Ik ga er gewoon nog een keertje langs. En dan zie je dat die sterren gewoon in één keer steeds meer eruit springen. En ik doe dat niet alleen bij de sterren. Ik doe dat bij alles wat ik dan getekend heb. Dus ook de woorden. En daar kom ik zo meteen natuurlijk op. Dan kan ik je namelijk laten zien hoe ik die letters verwerk. Want je ziet dat mijn potloodlijnen toch gewoon onder het waterverf zichtbaar zijn. Ik vind dat prima. Er zijn mensen die dat heel vervelend vinden en dat het allemaal helemaal netjes moet en precies moet. Nou, daar ben ik helemaal wars van. Bij mij hoeft niks netjes en al helemaal niet precies. Een lineaal hou ik dan ook niet van. Ik meet ook niks op. Ik vind het gewoon prettig om gewoon uit de losse hand te werken. En je ziet nu ook dat ik het buitenste lijntje pak van de O. En bovenaan, hier pak ik dat binnenste cirkeltje. En dan zie je dat ik hier een sweep naar rechts maak. En dan pak ik die andere lijn. Zodat je, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Alsof het een soort lintje is, zeg maar, wat je neerlegt. Zo zie ik het een beetje. Dus zie je hoe ik die R nu gemaakt heb?
met hoe ik het potloodlijntje, hoe ik het volg, van onder zo naar boven. En dan pak ik de D weer van bovenaf. Dus het is net eigenlijk alsof je een soort lintje op je bureau zou neerleggen. En zo probeer ik mijn letters een beetje te maken. Zie je dat? Dus ik pak die E van boven en dan pak ik pas die buitenste lijn. Nou ja, ik hoop dat dit gebroddel, wat ik nu probeer uit te leggen, enigszins duidelijk is. Ik heb echt geen idee hoe ik het anders zou moeten uitleggen. Please help me als jij een idee hebt. Joref, wat vertel je dat raar? Doe dat eens op een andere manier. Maar dit is hoe ik mijn letters maak. Dus ik doe de cirkel volgen en dan de buitenste cirkel volgen. En dan is het net eigenlijk een soort lijntje, lintje, sorry, die je op je bureau zou neerleggen. En daarmee maak je dan zeg maar woorden. Nou ja, goed, weet je, doe anders gewoon lekker na wat ik doe. Doe het gewoon precies na. Dan snap je wat ik bedoel. En hoop ik dat je ook zulke mooie letters kan maken. Want ja, ik vind mijn eigen letters superleuk. Juist leuk omdat ze niet exact zijn zoals alle standaard letters al zijn in de handlettering. Dit is gewoon mijn eigen handschrift. En ik hoop ook dat jij lekker je eigen handschrift ook gaat omarmen en er blij mee bent. En dan is dit alweer het einde van deze pagina. Uiteraard doe ik op elke pagina een hartje en die kleur ik dan eventjes in. Maar dit is het einde van deze pagina en ook gelijk het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt om te kijken. Ik hoop dat je al mijn video's gaat kijken, dat je je abonneert, dat je nog even een fijn duimpje geeft. En kijk, ik zwaai nog even naar je. Dag! Deze is er helemaal af. En kijk dan hoe mooie kleuren het geworden zijn. Nogmaals, veel plezier met het maken van je Daily Journal. Deel het gerust met me als je dat leuk vindt om te doen. Dan zie ik je volgende week weer. Dankjewel. Doedeledokie.